Goedemorgen iedereen! Na! Waarom eigenlijk? Ja, goedemorgen iedereen, welkom terug bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah! Wat gaan we doen? Vandaag gaan we een keer tonen welke films dat ik allemaal in mijn collectie heb. Zowel films, series, Blu-ray, DVD's. Wat ik dus allemaal heb in mijn collectie met de letter... Ja, dus moesten er mensen zijn die al afvragen waar hij dat gehaald. Mijn ex-stiefdochter, zal ik maar zeggen, heeft dat vroeger nog allemaal gemaakt voor mij. Ze heeft dat dat zijn eigenlijk gewoon houten plaatjes dat ze wit geschilderd heeft. En daar heeft ze de letter A op gedaan. En ja, A, B, C. En dat is echt gemakkelijk, want je steekt dat gewoon woop, tussen je DVD's. En je kunt al je DVD's en je Blu-rays gewoon alfabetisch ordenen. Voilà. Dus ja, we gaan een keer aan beginnen. Ik ga gewoon ook niet te veel uitleg geven, anders is het een video van 37,25 uur. En we gaan gewoon dus tonen wat ik allemaal in mijn collectie heb. Misschien hier en daar wel een klein uitlegje. Maar ja, oké, we gaan stoppen met uitleggen. We gaan gewoon beginnen bij het begin. Goed, oké. De eerste is een Blu-ray. All Eyes on Me, over het levensverhaal van Tupac Shakur. Voilà. Speciale editie. Het is eigenlijk de grootte van een dvd-doosje. Maar ja, het is dus wel degelijk een Blu-ray. En volgens mij zit er ook nog een cd in. The Best of Tupac Thug. Dus er zit nog een cd in dat ik nog nooit naar geluisterd heb. Voilà. All Eyes on Me. De volgende is een 4K Ultra HD Blu-ray. Dat is Aquaman met Jason Momoa. Voilà. Dan de volgende is, ja, ze zitten misschien, ik heb ze daar juist allemaal in een doos gestoken, dus ze zitten misschien niet allemaal echt juist naast elkaar of zo, weet ik veel, maar doet er eigenlijk al niet toe. De volgende is ook een 4K Ultra HD Blu-ray, dat is Avengers Infinity War. Voilà. Mooi, hè? Ja, voilà. Ik heb dat gekocht tweedehands. Hij was eigenlijk nog volledig nieuw, maar het was wel tweedehands dat ik hem gekocht heb. En dat was niet veel geld. Ik denk dat ik 10 euro of zo betaald heb. Dus het is zo'n schone glas in, zo. Schone, ja, schone kleurenpalet. Ja, ik weet het. Moet iets zeggen. De volgende is ook een 4K Ultra HD en dat is Alita Battle Angel. Dat was ook een goede film. Zo. Dan de volgende is een steelbook van een film dat ze elk jaar twee keer zeker spelen op tv. Ik heb hem nu ook nog een keer op Blu-ray. Waarom? Ik weet het niet. Maar het is gewoon een leuk hebben dingetje voor de collectie. En dat is Apollo 13. Voilà, mooie steelbook. Je ziet af en toe Chucky zijn hoofdje verschijnen hier. Maar dat is omdat dat mijn wallpaper is van mijn computer. Dus Apollo 13. Voilà. Ik zal misschien eventjes... voilà zien. Nee, dat gaan we dus ook niet doen. Goed, de volgende film vond ik een mega goede film. Is geregisseerd door Clint Eastwood. Ik vond dat echt een topfilm. Ik heb dat nog gezien in de cinema. En dat is echt voor op het puntje van je stoel van te zitten. Echt waar. Dus dat is American Sniper. Waar gebeurt? Echt super goede film. Steelbook. Voilà, echt een topfilm. Dan de volgende heb ik eigenlijk daar juist al getoond, maar heb ik gevonden op de rommelmarkt. En dat is nog een keer Aquaman. Voilà, maar ik heb dat gekocht omdat ten eerste dat was een Blu-ray. Met zo'n zo'n boekje erbij. En een Blu-ray zelf natuurlijk. En een DVD en een zo schone, ik denk dat dat een digiboek noemt. Zo. Cool. En ik heb daar 1 euro voor betaald op de rommelmarkt. Dus ik kost dat niet laten liggen. Het interesseert me niet. Ik heb nu al dubbel. Maar ik moest dat gewoon hebben voor 1 euro. Kunt er niet sukkelen. Voilà. De volgende film vind ik ook een vrij goede film. Ik heb de tweede nog niet gezien. Ik heb de eerste destijds in de cinema gezien. En voor mij was dat de beste 3D film dat ik gezien heb ooit in de cinema. Er zijn er eigenlijk twee dat ik... twee echt toppers in 3D
dat ik gezien heb in het cinema. En dat was Gravity en een ding. En dat is Avatar. Avatar in 3D was echt supergoed. Ik heb spijtig genoeg de tweede niet gezien in het cinema. Maar doet er niet toe. Ik heb een grote tv. Dus we gaan dat je wel thuis een keer goed bekijken. Hè? Voilà. Dan de volgende film is een Disney. Dat is Aladdin. Super, super schone film. Dan de volgende heb ik gezien in de cinema. Is niet mijn favoriet van de reeks, maar ik vond hem ook wel goed. Dat is Alien Covenant. Zo. Dan de volgende film. Dat vond ik ook nog een goede film. Een beetje, hoe noem je het? Ja, horror. Ja, is dat horror? Ja, thriller, horror. Ja, het is alles een speciaal film, maar ik vond hem eigenlijk echt nog goed. Dat is The Afflicted, denk ik dat je het uitspreekt. The Afflicted. Voilà. Dan de volgende film was zo en zo. Het was niet 100% supergoed, maar het was een keer goed te zien. Dat was Eva. Voilà. Dan de volgende is een klassieker. Het is een sing-along edition 30th anniversary. 30th anniversary. We cannot good speak in English, but okay, it's okay. Dat is dus Annie. Voilà. Dat is ook een klassieker. Ik vraag me eigenlijk zelfs af of dat die actrice nog leeft. Geen idee. Voilà. Dan de volgende film is een van de beste sportfilms dan er bestaan. Dat is Any Given Sunday. Supergoeie film. Een aanrader met Al Pacino. Dan de volgende film is een supergoeie film. Hè. Ben Affleck. Maar echt een, voor mij echt een topfilm. Voor mij... De twee beste films dat ik nu aan kan denken met Ben Affleck is The Accountant, de deze en The Town. The Town vind ik ook een supergoeie, maar dat vind ik ook echt wel een supergoeie film. Dan de volgende film is met de Ben Affleck's vrouwen, met Jennifer Lopez, is Anaconda. Voilà, ook een goeie film. Voilà. Dan de volgende film is ook een goeie, dat is Attack the Block. Echt een supergoeie film, ik vind die buitenaardse wezens die erin komen supergoed gedaan. Ik vind ze ook wel echt wel creepy en zo. Dan de volgende film vind ik, er is heel veel haat op die film, maar ik vind dat eigenlijk echt wel een goeie film. Dat is Antebellum. Ik vond dat echt een goeie film, echt waar. Echt waar, hè. Dan de volgende film vind ik echt de max van te kijken, die films. Dat is Angel Has Fallen. Supergoeie films. Ik denk dat dat de derde is, denk ik. Denk het wel. Dan de volgende film is Ant-Man and the Wasp. Voilà, met de slipcover. Voilà. De volgende film is Ant-Man. Eigenlijk moest ik die eerst tonen, maar who gives a shit. Voilà. Dan de volgende film. Die zit hier niet juist. Oké. Okay. Dat is met de letter B. Dat moet er niet zitten. Dat is ook... wacht. Ik heb hier... ik heb hier... Die zat hier verkeerd in de collectie. Dat zijn er hier drie met de letter B. Goed, de volgende film met de letter A is de A-Team. Dat was mijn zoon vroeger zijn favoriete film. De A-Team. Ik vond dat eigenlijk echt wel een goede film. Dan de volgende film is ook goed met Michael Keaton. Dat is American Assassin. Dan hebben we de eerste Avengers. Dan hebben we Avengers Age of Ultron. En dan hebben we ook Avengers Endgame. Dan zit nog in plastic, maar heb ik wel al gezien, met Sylvester Stallone en Antonio Banderas, dat is Assassins. Vond ik echt ook nog een goede film, heb ik ook nog gezien in de cinema vroeger. Nog een keer tonen, voilà. Volgende film is... ik vind dat wel een goede film, maar... een goede film, dat is eigenlijk geen goede film, maar ik vind het wel tof om een keer te zien. Maar de film is gewoon zo donker gefilmd, dat je gewoon... Ja, gelijk wat je doet, al doe je zelf al je lichten uit, doe je maximum op klaarte uw tv. Je ziet er gewoon niks van. Dat is Aliens vs. Predator 2. Requiem
Requiem, ja of zoiets, weet ik veel. Wel een cool doosje, maar kijk, zelfs het doosje is donker, mensen. Het doosje is donker. Dus, ja, het is... Ik vind dat tof om een keer te zien, maar het is gewoon op sommige scènes... Zit hij zo in de riool, die een predator, en je zit te kijken en je ziet gewoon niks. En hij doet van alles, maar je ziet niets. Tot op de dag van vandaag weet ik nog altijd niet wat hij aan het doen is. Ik weet het gewoon niet meer. Goed. De volgende film is met Tom Cruise. Dat is een waargebeurde film. Dat is American Made. Vond ik ook nog een toffe. Tom Cruise vind ik echt een supergoeie acteur. Dan de volgende film. Ja, is zeker geen topfilm. Maar vond ik ook wel een keer hoeven te zien. Typische Michael Bay film met de vertraging en de ontploffing. Ambulance. Voilà. En dan gaan de meeste hier allemaal dvd's zijn. Dan de volgende films is, ja, dat is voor mij allemaal nostalgie. Zijn dat goede films? Zeker niet, maar ik vind het gewoon tof voor ze te hebben in mijn collectie, omdat, ja, dat is van vroeger, vroeger vond ik dat de max. En dat is American Ninja 1. American Ninja 2. American Ninja 3. American Ninja 4. En wat dachten van American Ninja 5? Wat er eigenlijk ooit gebeurd is met die acteur hier, David Bradley, niemand die het weet, is gewoon van de aardbol verdwenen. Hij zou nog leven, maar niemand weet hoe of wat. Goed, de volgende films zijn eigenlijk geen films, maar zijn... is van een stand-up comedian. En dat is... wacht, ik ga eens kijken hoe uithalen. Voilà, dat is Alex Agnew. Kaboom! Supergoed, echt. Dat is gewoon machtig goed. Ik vind Alex Agnew is echt één van. Er zijn er nog, maar één van mijn favoriete comedians. Hè. Dat is echt... Dan de volgende is Alex Agnew, More Human Than Human. Bestaat ook op Blu-ray trouwens. Dan de volgende film... Ja. Dat is hier uitgevallen. Yes. De volgende is ook met Alex Agnew. Dat is The Legend Ends. Voilà. Voilà. En dan de volgende is Morimos Solamente, ook van Alex Agnew. En deze is trouwens gesigneerd door Alex Agnew himself. Voor Kevin, volg de bal. Omdat er een... kijk, dat is hier getekend door hem. Voilà, zie. Ik ben een keer naar de show geweest van hem en dan had hij aantekeningen en weet ik veel. En dan heb ik ook deze dvd daar gekocht en laten tekenen door hem. Dus dat vind ik wel tof. Goed, de volgende film is een Vlaamse klassieker, supergoed, is Aanrijding in Moskou. Doe gewoon. Aanrijding in Moskou. Voilà. Dan de volgende is een Disney classic, dat is Alice in Wonderland. Dan de volgende is een serie, dat is Arrow. Voilà, op dvd. Dan de volgende is ook van Avengers, dat is, of van Marvel, kan het zo zijn. Next Avengers, The Heroes of Tomorrow. Zo. En dan de volgende is ook een Vlaamse film, heel mooie film, dat ik over het laatst gezien heb, dat is Adem. En de volgende film, waar dat ik van het weekend de actrice van zal zien, Tara Reid, dat is American Reunion. Dat is de enige American Pie film dat ik heb. En deze actrice hier, Tara Reid, ga ik van het weekend zien, want ik ga naar Comic-Con Nederland. De vlog zal er wel aankomen. Komt er sowieso aan. Wat een toffe vlog. Dan, de volgende film is eigenlijk ja, niet zo goed, maar gewoon nog een keer nostalgie. Vroeger heb ik dat gezien, vroeger vond ik dat tof. Ga ik dat ooit nog naar kijken? Nee, maar ik vind het gewoon toffer in mijn collectie te hebben. En dat is American Kickboxer. Voilà, en dan de laatste. Dat is ook een klassieker, supergoeie film. Met Ethan Hawke is dat ook een waargebeurde film. En dat is
Alive. Ik weet niet of dat bestaat, Blu-ray, maar ik denk het niet. Voilà, Alive. Voilà, dat zijn dus al mijn films met de letter A. Ja, voilà. Wil Hulder de video zien met de letter B? Ah ja, dat had de volgende video zijn, hè, Ton? Ja. Ja, want van achter A komt B. Ha! Je zot, hè? Ja, voilà. Voilà, allemaal bedankt om te kijken. Dat was de video. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Blu-ray Daddy 82. En like dat ik gezegd heb, van het weekend is Comic-Con Nederland in Sint-Hertogenbosch. Ik ga daar met iemand naartoe. Ik ga het allemaal vloggen, heel het weekend. Het is enkel wel zaterdag dat we naar Comic-Con gaan. Maar ik ga het al eens posten hier op mijn Blu-ray 82 account. Maar ook op mijn PP Blue account. Daar ga ik wel het volledige weekend op posten. Hier ga ik enkel posten van Comic-Con. Dus ja, voilà. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. En ik zou zeggen, salut!